aan de Paragrasweg te Charlesburg is op maandag 11 januari 2021 het startsein gegeven voor het onderhoud van de natte en droge infrastructuur van Paramaribo Noordoost. Districtscommissaris Ricardo Bolla in Amsthalve belast met de leiding over deze werkgroep. Men zal in samenwerking met openbare werken problemen identificeren die direct aanpak behoeven. Wij spraken de burger verder. Nou, we hebben hier, zoals u ziet, een kick-off, een aftrap zal ik maar zeggen, van een stukje onderhoud dat achterstallig is, achterstallig onderhoud als het gaat om de droge, maar ook om de natte infrastructuur. De buren al hier klagen steen en been, jaar en dag, dat bij de geringste regenval het hier een ware swamp is, maar een swamp met heel veel bacteriën. En onze jonge kinderen, jonge Surinamers, moeten hier doorheen lopen en dat moeten we niet willen toestaan. Dus ik heb gekeken en ik heb gedacht, ik kan niet langer dralen. Ik moet direct actie ondernemen. Dus we zijn hier om samen met de taskforce. Ik heb een taskforce in het leven geroepen om de bureaucratie dat we kennen in Suriname te minimaliseren. Ja? We moeten niet heel lang praten en nadenken, ja? Maar we moeten meer doen. Derhalve gaat de taskforce na vandaag onder leiding van de heer Kedu met overige stakeholders van openbare werken die ook in die taskforce zitten, gaan we dus in alle resorten van Paramaribo delen identificeren die direct urgent aangepakt moeten worden. Dus vandaar dat we hier vandaag staan. We hebben ook hulp gehad van de resortsraadleden, maar ook hulp van een ondernemer die bereid is zijn schouders eronder te zetten. We kennen de precaire situatie bij de overheid. Er zijn onvoldoende middelen, nochtans. Men is druk bezig dat in te lopen ook. Maar het ontslaat mij niet van de verplichting om te doen wat ik kan doen. Dus vandaar dat ik overal ga en ik vraag om hulp. Er zijn mensen bereid om te helpen en met de overige mensen vanuit de districtsraad, de resortsraad, mijn persoon, bestuurdienst, gaan we nu beginnen en in samenwerking ook met de buurtbewoners. Want wat wij gaan aanpakken, daarop moet men ook toezien dat het ook onderhouden blijft. Als er mensen zijn die allerlei troep in de goten gaan gooien, moet dat heel snel ook gerapporteerd worden aan de resortsraadleden of de bestuurdienst, zodat we de mensen op tijd kunnen aanspreken om dat na te laten. We gaan het direct aanpakken zoals u aangeeft en de werkzaamheden hier vandaag, dat houdt in, er komt zometeen een machine, een poklijn, en die gaat al deze sloten die u achter mij ziet ook, die verstopt zijn. Het water kan niet doorstromen en stilstand water nodigt uit, ook in deze lastige tijd, voor onder andere de dengue-muskiet. En als we de dengue-muskiet willen bestrijden, moeten we ervoor zorgen dat het water altijd blijft doorstromen. Wat we vandaag doen, de lozingen ophalen, kijken waar de obstakels zijn, proberen dat ook weg te werken. En de bypass die is aangebracht, en dat ook te herstellen. Dat denk ik dat dit de tussentijdse oplossing zal zijn en dat de mensen toch gevrijwaard zijn van, ja, om onder water te lopen. Dat het water wel wegstroomt. Kijk, vandaag wordt hier gestart en er is gepland in taskforceverband zullen we verder nagaan. Het gehele resort zal worden aangepakt en een aantal resorten in dit district. En dat zal dus nader besproken worden, maar de bedoeling is om geheel in het district per resort geleidelijk aan te pakken met de ondersteuning van openbaar groen, zeg maar OW, hoofdkantoor ontwatering. En ja, zo zal dan de werkwijze zal zijn. Wel, wegomlegging is niet uitgesloten, maar de mensen zullen sowieso de ruimte hebben om naar huis te kunnen gaan en hun boodschappen te kunnen doen. En die ruimte moet er zijn, moeten we dat kunnen creëren. Ja. Kijk, voor wat Paragrasweg betreft, voor wat afwatering gedeelte betreft, wanneer het afwateringsprobleem is aangepakt, wat ik al eerder zei, de tijdelijke oplossing, dat denk ik binnen 2 dagen dat we dat kunnen afronden voor de tijdelijke oplossing. Ja, en de andere werkzaamheden zal dat in taxverband met de DC dan en de andere mensen, leden,
worden besproken hoe verder. Ik woon al ruim 40 jaar hier, geboren en getogen hier. En sinds ik hier ben opgegroeid, weet ik hoe de straat was. Althans, het was niet in zo'n slechte stad. Maar de laatste paar jaren, de laatste 15, misschien langer zelf, dat de straat elke keer verslechter. Ik vind het aan de ene kant heel goed dat men na jaren uiteindelijk het initiatief genomen heeft. Waaronder ook mijn persoon in samenwerking met RR van hier zo. Dat er werking is gemaakt om uiteindelijk van start te gaan met de verandering van de Paragrasweg. Wanneer we de sloten ophalen, wil dat niet zeggen dat we de mensen al geholpen hebben. Want in de loop der tijden zijn vooral de ontwatering, de duikers zijn kapot, ze zijn hoog en laag geplaatst, anderen zijn dichtgeslipt. Dus het eenmaal ophalen is een tijdelijke oplossing. Maar voor een duurzame oplossing willen we dan het ministerie van Openbare Werken vragen om dit dan samen met ons structureel aan te pakken. De opdracht van de president, zijn excellentie, president Santokhi, is dat de resortraden en de districtsraden, dus de regionale organen, zichtbaar, beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschap en in het bijzonder dienstbaar moeten zijn. We proberen invulling te geven aan het gevraagde en hij heeft ook gevraagd dat er spreekuren komen, want we zijn hier in Rainville, maar gaat u nou wie allemaal weet wie de RR zijn van Rainville? Dus daar hebben we dan ook spreekuren ingebouwd, dat er elke woensdag, behalve dat de mensen bij de bestuursdienst terecht kunnen, hebben we spreekuur elke woensdag op de bestuurskantoren. En voor de vergadering, want met COVID vergaderen de RR nu voorlopig niet. Maar we hebben afgestemd met de resortraden dat ze in hun resort bekend moeten maken dat voor aanvang van hun vergadering 2 uren van tevoren de mensen terecht kunnen om hun problemen aan te kaarten. Dus daaraan proberen we ook invulling te geven.